Hi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikking. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken en we zitten druk in de winterwonderweek. Dat betekent elke dag de hele week lang een leuke kerstvideo. Dus daar gaan we vandaag ook mee aan de slag. Het kan zijn dat jullie wat geruis op de achtergrond horen. Daar kreeg ik wat reacties over. Dat is ons aquarium. Dus dat kan ik helaas niet uitzetten. Maar goed, dan weten jullie waar het vandaan komt. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je alle materialen als heel pakket kan bestellen. Ze gaan heel snel, dus wees er snel bij. Op is op. Maar ben je net te laat, niet getreurd. Er komt elke dag weer een nieuwe video online, dus er is heel veel keus. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En daarnaast help je mij ook nog eens met groeien op YouTube. Dat is heel leuk. Heb je zin in? Doe een duimpje omhoog en dan gaan we gauw aan de slag. Zoals je ziet heb ik hier een hele mooie ondergrond met daarop een waterschaaltje. Daar gaan we nu eerst oase op bevestigen. We gebruiken de oase natuurlijk gewoon nat. Let op, niet onderduwen, maar langzaam vol laten zuigen tot hij helemaal onder water is. Dan kun je hem gaan gebruiken. De zijkantjes snijden we even schuin aan. Dan gaan we strikjes maken met het Aspidistra blad. Hier staat ook een aparte video over online, dus vind je dit lastig, dan kun je die ook kijken. Die zal ik even hier in de beschrijving zetten. En als het lukt, eventjes hierboven ergens linken. Maar je scheurt dus het blad in het midden door midden. En dan draaien. En dan draaien. Doet het. IJzerdraadje erom. En je wikkelt. Maar deze strikken leg ik dus allemaal stap voor stap uit. Goed, dan haal ik jullie even iets dichterbij, zodat jullie precies kunnen zien wat ik doe. We bevestigen de Aspidistra strikjes rondom de oase. En daartussen stoppen we verschillend kerstgroen. Dan breng ik in de hoogte deze ruskus aan. Deze bepaalt ook gelijk de hoogte van jouw stuk. En daarna zet ik dit leuke sneeuwtakje. Dit geeft ook gelijk een leuk sfeertje. Dan verdeel ik kort in de oase bovenop ook kerstgroen. Dit doe ik eigenlijk op vier stukjes rondomheen, dat het een beetje verdeeld is. En dan pak ik even het andere kerstgroen en dan doe ik hetzelfde. Zoals je ziet hebben we nu al een mooie basis. De Aspidistra zorgt voor net iets meer rust in je stuk tussen het drukke kerstgroen. Dan bevestig ik aan de bovenkant tussen het kerstgroen waar nog mos, of oase zichtbaar is, wat mos. En deze zet ik vast met krammen. Dan heb ik een mooie gedroogde protea. En mooie dennenappels, die zet ik op de welbekende manier op draad. Wikkel wat draad eromheen en zet je hem vast. Dan bevestig ik nog wat van de sneeuwtakjes aan de zijkant, wat meer naar onderen. En dat doe ik ook aan deze kant van het stuk. Het geeft echt een mooi sfeertje in je stuk. En dan heb ik ook dennenappels met een gouden glittertje, heel subtiel. Ook deze zet ik op draad. Ik wikkel het draad eromheen, draai hem even vast. En zet deze aan de andere kant van je andere dennenappels. En dit doe ik in trapsgewijs. Dan heb ik hier mooie hyacintbolletjes. Hier haal ik eventjes
het zand vanaf. Dan steek ik een stok onderin. Dat doe je voorzichtig. En deze verwerk je ook in het stuk. Het komt wel voor dat mensen allergisch zijn van hyacintbolletjes. Heb je hier nou last van, geef dat dan even aan in de omschrijving. Dan krijg je iets anders daarvoor in het pakket. Als je het pakket bestelt. Zoals je ziet was hier het stuk echt al heel mooi. Dan heb ik hier hele mooie kerstballetjes in een wat een natuurlijke kleur. En ze zijn melkachtig, dus dat vind ik zo mooi. Van kleur. Ik pak er even 3 bij elkaar. En hier maak ik even een klosje van. Door ze samen te voegen en de ijzerdraadjes samen te buigen. En ik bevestig dit aan beide kanten. Dus ik doe even hetzelfde. Ik pak ze bij elkaar. En dit bevestig ik ook aan deze kant. Zo blijft het een heel mooi natuurlijk stuk, ondanks dat er kerstballen bij in zitten. Dan heb ik hier hele kleine dennenappeltjes, maar met iets goud erop. Echt super mooi. En deze vind ik wel mooi bij het stuk staan. Deze die bevestig ik als er een stokje aan zit, kun je hem er gewoon zo indrukken. Maar anders kun je hem even op draad zetten. Dat doe je als volgt. Je buigt even het ijzerdraadje, zodat je een lusje hebt. Dan leg je hem op het stokje en je wikkelt hem eromheen. En zo kan hij in het stuk. En dit doe ik op verschillende plekken. Mag voor mij ook wel een beetje in de hoogte. En dan, om dit mooie stuk af te maken, heb ik mooie zuidenwindlilie, ornithogaal en bloemistenverdriet, hoe je het ook wel noemen. Deze gaan we bevestigen in het midden. En laten we dan voorzichtig naar beneden lopen. Het geeft een heel spannend effect in je stuk. En onderaan zet ik hem vast met een touwtje. Let op dat je dit heel voorzichtig doet, omdat het wel kwetsbaar is. Dit herhaal ik, alleen deze zet ik er net iets korter in. En ik zet hem weer vast met een touwtje. En dan hebben we een heel mooi apart stuk. De ondergrond is natuurlijk al heel apart, maar door de zuidenwindlilie en de ornithogalen, om die zo mee te laten lopen, maak je hem nog aparter. De bolletjes en de andere materialen passen mooi bij elkaar. Ja, dat geeft gewoon een heel mooi geheel. De bruintinten met de onderkant, ja, ik vind het gewoon echt super mooi. Dus wil je dit pakket maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen. Vond je het een leuke les? Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. Deze week komt er elke dag een video online. Dus vind je dat leuk? Doe ook even een extra duimpje omhoog. Laat een reactie achter als je graag iets wil zien. Als je graag iets wil leren. Dat vind ik heel erg leuk. En dan probeer ik het mee te nemen in mijn video's. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En zie jullie mij de volgende keer weer. Doeg!